lang en daar heb je een pasje voor nodig. Het pasje wordt gemaakt, of dat krijg je in het eerste jaar. Daarmee kan je kluisje, printer en de poort voor opmaken. Hier, ja, hier ga je de school naar binnen. Kijk, dit is de receptie. Hier kan je melden als je te laat bent of ziek bent. Ja, en ook als je de weg niet weet. Nou ja. Gaan we naar de tweede verdieping. Ja. Eerste. Ja, dit is OLC en hier zijn echt super veel computers. Alleen, ja. We gebruiken die niet zo vaak, omdat we eigen laptops hebben. Wij gaan jullie nu de kantine laten doen. Dit is het auditorium. Hier kan je ook pauze houden. En welk vak hebben we nou eigenlijk? Engels volgens mij. En welk lokaal? 109. We lopen nu weer terug naar de les. We hebben nou Engels bij onze mentor. Ja, wat vindt u eigenlijk van onze klas? Helemaal top! PSO betekent praktische sector oriëntatie. En om de 6 weken krijg je kas, loods, bloem, dier en koken. Wij vinden de leraren ook echt super leuk hier op school. Ja. En ons lievelingsvak is wiskunde en gym! Waarom ik ook voor je vak heb gekozen is omdat ik vind gewoon de dieren heel leuk en met plantjes werken en zo. We lopen nu in de gang van de dieren. We lopen nu naar meneer Bakkers. In het vierde jaar kom je aan de slag met allerlei gezondheidscontroles. Onder andere bij de geit, maar ook bij de slangen. Dit is weer en hij is bijna 1 jaar oud en hij houdt van knuffelen. We zijn nu bij PSO, ja, bij loods. En we zijn nu momenteel in de vijver aan het graven. We hebben eerder ook wel plantjes gestart en straten gemaakt. We zijn nu in de loods bij meneer Schijn. In het 4 jaar doe je vooral veel met de aanleg van tuinen. We zijn nu in de kas en we doen hier ook heel veel plantjes stakken in het eerste jaar. En dan wordt het dit en dan krijg je dit. Nee, Wierix, dat gaan we eigenlijk in het 4e jaar doen. In 4e jaar gaan we eigenlijk ook een bodemonderzoek doen. Gaan we kijken wat hebben de planten nodig en dan gaan we die voeding toedienen. En dan gaan we in 12 weken gaan we onze planten oogsten. Dan kan je eigen eten in huis nemen. We staan nu bij het lokaal van bloem. We gaan nu kijken wat de eerste jaar aan het maken zijn. Ik ben een plankje aan het maken met allemaal verschillende dingen. En ook een bloemetje. En ja, dat maken we vast met een lijmpistool. Meneer Prins, wat gaan we in 4e jaar eigenlijk doen? In het 4e jaar gaan we natuurlijk grotere werkstukken maken. We beginnen in klas 1 en 2 kleine werkstukjes. En in klas 4 komen daar boeketten bij, grote bloemstukken. Maar vooral ook veel dingen proberen te verkopen. Dus de techniek hoe je een werkstukje in de winkel aanbiedt, verkoopt, inpakt en ook uitrekent wat kost, zijn belangrijke onderdelen van de klas 4. We zijn bij koken en in het eerste jaar gaan we voornamelijk koekjes en appelmoes maken. Dat gaan we eigenlijk doen in het 4e jaar. Nou, in de vierde wordt eigenlijk veel meer gevraagd dan jullie dat van krijgen. In de eerste en de tweede werken we eigenlijk vooral samen. En in de vierde gaan we zelfstandig aan de slag met het maken van deeg, appelmoes. Maar er komen ook wat berekeningen bij, veel theorie. Dus het wordt uitdagender. Vandaag staat hier een mand met vers fruit waar je van kunt pakken.